In deze video leer je een recent en eerder bewaard document openen. Klik op Bestand. Klik op de optie Openen. De optie Recente documenten is actief. Er staat aan de rechterkant een lijst met namen van recent geopende documenten. Klik in deze lijst op een bestandsnaam. Het bestand wordt geopend. Klik op Bestand. Klik op de optie Openen. Beweeg met de muisaanwijzer over de lijst aan de rechterkant. Klik op de prikker achter de bestandsnaam van het bestand dat je als favoriet wil instellen. De prikker wijzigt van vorm en het document wordt bovenaan de lijst geplaatst. Dat betekent dat dit bestand steeds in deze lijst zal blijven staan. Klik op de optie Computer. Open de map met de gedownloade praktijkbestanden. Dubbelklik op het bestand dat je wil openen. Het document wordt weergegeven op het scherm.